Naar schatting 200.000 mensen bezochten in 1983 de Alphense Jaarmarkt op woensdag 21 september. 'S Morgens al vroeg verdrongen honderden nieuwsgierigen zich voor de Eurocinema om een plaatsje te krijgen voor het Alphens Filmjournaal. Wegens bezuiniging bij de Jaarmarktcommissie kon ook dit jaar het journaal waardoor een beperkt aantal jaarmarktbezoekers worden bekeken. Er wordt aan gedacht de beschikbare plaatsen maar te verloten. Natuurlijk weer een succesvolle jaarmarkt. Voor de traditionele bezoeker van dit evenement is het niet nodig, dachten we, om voor elk onderdeel een toelichting te geven. Alleen dit, nieuw was onder andere een pontje wat de marktbezoekers van de Prins Hendrikstraat ter hoogte van de Stationstraat overzetten naar de Raadhuisstraat en terug. Kijkt u naar onze impressie van Jaarmarkt 1983.